tu greca. Yes. Nimpa Parthenos. Ulysses. Een hele goede morgen mensen, op dit moment zitten wij in Napels in Italië. Het is op dit moment zo'n 12 uur en wat betekent dat Nathalie? It's pizza time! Ja, om 12 uur pizza eten moet kunnen toch? Maar blijkbaar heb je hier dus een hele speciale gefrituurde pizza, dat die helemaal bekend is. En die gaan wij dus uitproberen en kijken hoe Nathalie er vandaag uitziet. Als een lieve heersbeestje. Oh. En dit hier achter mij is blijkbaar een van de bekendste plekken hier in Napels om dus die gefrituurde pizza te halen. Maar check! Er staat één dikke rij. Dus Nathalie, de vraag is, wat gaan we doen? Gaan we wachten in de rij of? Nope. Ik zie al een nee. Nou, dit restaurant opent dus 12 uur. Wij wilden vroeg zijn. Het is nu 12:30. Bam, hier is je vroegheid. Iedereen staat er al. Nee, daar gaat onze gefrituurde pizza. Hey, en trouwens, niks tegen Napels of zo, hè. Maar oprecht, de straten hier ruiken naar scheid en pis, joh. Echt waar. Zeg maar, nu ruiken we zo'n vieze pisgeur. Of niet dan? Maar dit is geen straat, dit is een steeg. Oké, een steegje, steegje, prima. Dat is in Amsterdam ook zo. Maar je merkt dus toch wel dat hier op straat echt super veel afval en alles ligt. Ik laat jullie straks wel even zien. Letterlijk allemaal scheid, allemaal afval. Gadverdamme. Oké, dit is wel echt goor, man. Dit is wel echt goor. Overal ligt glas. Ja, natuurlijk, ik weet niet wat het is, maar het onderwerp poep komt steeds terug in onze vlog. Eventjes later. Oké, mensen, het is tijd voor de allerdomste challenge ooit. Het is 13:30 middags en wij gaan een hele fles Prosecco drinken. Wij? Ik ga in mijn eentje een hele fles Prosecco drinken. Waarom? Omdat ik dan de hele dag dronken ben. Doe dit thuis niet na, kids. Nou, inkomertje. Niet chile. Oh, it's empty. Eventjes later. Hey, kijk, kijk, dat liever aangereden. Dat liever aangereden. Oh, kijk, 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 kijk. Shit, mis. Op de kaart, op de kaart, op de kaart, op de kaart. Op de kaart. Waar gaan we heen? Op de kaart. Zeg dan. Zeg dan. Hé, hey, even serieus, dit is niet groot. Wat? Ja, is daarheen? Ja? Naar daar dus. Wat? Je wijst dat. Dat is daar. Naar het theater. Maar we gaan naar alle drie. Wat? Wat? We beginnen daar, ja? Nee, we gaan daarheen. We gaan daar. Ja, we gaan daarheen. Wat? Eventjes later. Mama is eindelijk een beetje aan het nuchteren. Maar hij eet nog steeds. Oh. Ik wilde het ook meegooien, maar was leeg. Hij eet gewoon vissengraatjes. Mmm. Oh. Eiwit. No. Geef me zout. Ja. Eiwit. Ja. Oh, doe even normaal. We zitten in een restaurant. Vind je het normaal? Vind je het normaal? Ja, maar ja. Doe even normaal. Dat hoeft niet. Wat? Raar liefheersbeestje. Zo, je bent wel oud, man. Je hebt heel veel stippen, zie ik. I know, luister dan. Kijk, mijn kreeft heeft pukkels, G. Check, ik zweer, man, check. Ze hebben mijn puber, ze hebben mijn puberpasta gegeven. I know. Hopelijk is deze kreeft wel goed, maar... puberpasta, G. I know. Weet je, ik vraag niet veel in het leven. Gewoon een beetje jonge pasta, man. Hey, vlieg! Vlog out. What's up guys, welcome to Awesome Nest TV. Today we're gonna eat pizza anchovies. Look, I'm gonna eat it in one half. Oh, dit was de goorste, zoutste pizza die ik ooit in mijn leven heb. Luister dan. Ik eet nog liever zout dan deze pizza, jezus. Het lijkt me gewoon een poepvlek, wat is dit? Jezus. Weet je, het leven is niet altijd roze blaadjes en zonneschijn met vlinders, weet je. Soms is het anchovies met water. De volgende dag. Een hele goede morgen mensen. Vandaag zitten we op het eiland Capri. En we gaan dus lekker een boottour hebben, toch Nathalie? Hey. Kijk, onze bootjes staan allemaal al klaar. Nathalie probeert te communiceren. Ja, zie. Yo, tu greca. Yes. Nimpa Parthenos. Ulysses. Water? No, 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 no.
Long leg, short. Ah, dat leer, probeer je te fixen. Ik weet niet of je door hebt. Hé hey mensen, jullie geloven nooit wat ik nu zie. Steen. Papa. Steen. Nee, nee joh. Kijk, meer steen. Wat? Natalie ziet ook steen. Dames en heren, ik heb weer een ontdekking gedaan. Er is hier ook paars steen. No way, Natalie, kijk. Boom. Nee, alweer struik. Nee, wat? Die olifant. Olifant, ja man. No way, Natalie, no way. Een groot kontgat, nee, wat? Wat, zie je dat? Oh, Natalie vond ook het kontgat. We hebben het ergste soort ooit gespot. Nee, het is de influencer. Nee. Oh nee, we hebben hier een influencer. Nee, wat is dit? Oh, deze gaat weer. Ik zweer man, dat leeft altijd 30 foto's van haarzelf. Nee, ze blijft maar doorgaan. Yo, ik heb een nieuwe vriend gemaakt, man. Hey! Is mijn nieuwe bud. Oh, wacht, nee, dat klinkt raar. Natalie, ik heb vrienden gemaakt. Wow, het duurde even, hè? Zo mensen, dat was de allerlidste boottocht waar ik ooit op ben geweest. Wow, yo. Hey, we hebben rotsen gezien en... Ja, dat was het eigenlijk. Natalie probeert oude mannen te plezieren met veel geld. Dat is echt raar, man. Echt raar. Hoe noemen we dat ook weer in onze cultuur? What is your name? Natalie. Ja, zie je dat? Wat? Zie je wat ik zie? Citroen. Nee. No way. Klok. Holy... Rode grond. Oh, nee. Nee, zag je dat? Zag je dat, Natalie? Rode grond. Ik zie zee. Ik zie dus echt geen zee. Ik zie water. Hoe kan ik water zien als ik geen zee zie? Ik zie mist. Wow, yo, Natalie. Holy shit. Zie jij wat ik zie? Het kontgat. Ja, oh, mijn god. Jij echt zulk mooi uitzicht. En jij komt met kontgat. Ik had het over dit mooie water. Oh, je bent echt raar, man. Ja, dat vond ik ook. Dat jij met kontgat begon. Nou mensen, prachtig uitzicht. Natalie zag een kontgat blijven. Ik weet niet wat ze bedoelt. Doe dat niet zo stom. Dat zei jij tegen mij. Wanneer? Dat zei jij tegen mij. Toen we doorheen reden. Wat? Dit klinkt raar, Natalie. Stop maar. No way, Natalie, no way. Een groot kontgat. Nee, wat? Wij hebben hier iets interessants gespot. Of nou, eigenlijk heeft Natalie iets heel interessants gespot. Wat heb jij namelijk? Ik heb vijgenslushie. Ze heeft een vijgenslushie. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Hoe is die? Vijgerig met ijs. Vijgerig met ijs. Ik heb gewoon lemonslushie. Verfrissend. Kapotzuur. Hey, maar laat die voor jou eens even goed zien. Wow. Ik heb daar nog nooit van gehoord of gezien. Ziet er wel heel interessant uit. Is die lekker ook? Wow. Er zitten gewoon allemaal stukjes vijgen in. Dat smaakt heel natuurlijk, moet ik zeggen. Het voelt letterlijk naar vijgen met ijs. Ja. De volgende dag. Dames en heren, het is een nieuwe dag. En Natalie, wat is vandaag het plan? Ja, ik wil er echt iets aan toegeven. Ik zei drie keer in de scheepsrecht. We hebben drie keer in de rij gestaan voor een pizza. Maar we gaan weer in de rij staan. En dit keer... Het gaat ook om 7, dus nu 7:15 gaan we een kwartier eerder voor een dicht restaurant staan. Ik heb nog nooit in mijn hele leven gewacht voor een dicht restaurant voor een pizza. Of nou überhaupt gewacht voor een dicht restaurant voor iets. Ik ook niet. Maar dit is wel een speciale gefrituurde pizza en dit is blijkbaar de allerbeste tent hier. Dus ik ben heel benieuwd. Ons, hè? En pizza komt hier vandaan, dus dat zegt wel wat. Nee Natalie. Dit is toch ongelooflijk. We komen hier aan en de rij is nog langer dan eerst. Dat is het restaurant. Dit is de rij. En zeg maar even heel eerlijk. Hè. Dit is gewoon niet eens meer grappig. We zijn 10 minuten te vroeg voor een dicht restaurant. Dit restaurant is nog dicht en er staat zo'n dikke rij. Nog een jezus, dit is echt niet normaal. Dan viel die rij vorig jaar echt nog mee. Hou mee. Het is zaterdag. Het is vrijdag. Het is dinsdag. Yo, I am here with Kardashian. Can you please let us in front? With Kardashian. This is Natalie Kardashian. Nee, het werkt hier niet, mensen. Natalie, wat hebben wij zojuist besloten? Dat mijn knie trilt. Dat je. Naast dat je knie trilt. Dat we hier in de rij gaan staan. Wij gaan in de rij staan voor deze pizza. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Stel je voor dat we hier gewoon 2 uur lang staan. En de pizza staat er. Slechte review. Nou oké, ja, maar zij kunnen ook niks aan de rij doen. Ja, maar stel dat de pizza slecht was. Hé, we gaan het straks allemaal zien. Hé, Natalie, kan je het geloven? Nee.
Nee, man. We zitten in een andere pizzatent. Saai! We zitten niet in het originele deur. Nee, saai, we zitten er wel. Ik zweer, kijk, we zitten er. Oh. Oké, ik ben er dus achter gekomen. Blijkbaar is dit de beste pizzamaker van heel Napels. Kan je dat geloven? Oké, ik ben echt benieuwd nu. Oh, thank you. Oh, what? No picture. Oh no, it's video. Deze guy, hij denkt ik ga een foto maken, staat gewoon te maken. Ik denk wat gebeurt er. Maar hey, hier is onze gefrituurde pizza, Nathalie. Ruikt gewoon naar een pannenkoek. Heerlijk, echt een pannenkoek. Ze gaat ervoor. Is dit nou letterlijk van een pizza door de helft gevouwen? Is dit nou letterlijk een pizza gegooid in een frituur? Kijk maar. Oh ja, letterlijk een pizza door de helft gevouwen. Door het midden gevouwen en dan gefrituurd. Het lijkt oprecht gewoon naar appelvlam. Is dit, ja, echt waar? Echt waar? Oh, nu wil ik ook proeven. Hoezo? Beschrijf in, wat proef je? Met vergeten, ik moest vragen toen nog in mijn mond zat. Spek met droom. Maar oké, nu wil ik proeven. Smooth, man, dit is smooth. Ik heb het outside, oké? Het is wel lekker. Maar we hebben dus nog twee andere pizza's besteld. En die komen ook zo. Hier zijn onze pizza's. Ik neem normaal nooit deze pizza, maar is op aanraden van het restaurant. En jij hebt gewoon een lekkere. Oh, barbaar. Doe ik trouwens ook altijd. Oeh, die ziet er heel kaasig uit. En lekker? Jij hebt het kaasig. Jij hebt het kaasig. Mensen. Ik zeg jullie heel eerlijk, dit is oprecht wel de beste pizza die ik ooit heb gehad. Het deeg is gewoon zo lekker dun. De pizza, kaas, alles, het smaakt gewoon zo lekker. Dit is echt gewoon een hele goede pizza. Nou mensen, wij gaan lekker eten. Hey, ciao.